Woensdag dag gehak, dag bij, slagerij, aschroef. Douwe, bigge bar chop. Benjamin, Latoya, naga truus, natu zelf Desma in Safaneta, Paradera, Aruba, Pilsburg, Sint Maarten. Upper en Lower Brits. Den bus, pick-up truck en taxi chauffeur. de dorte, kraaienes. Bemre, naga goslar in Duitsland. Weet is, na a dekeloog. Afgestudeerd voor dekologisch faculteit Gespecialiseerd En die dekologisch awaitingschap Master in dekologie e h h gecertificeerd. Dat wil zeggen Eenvoudig gezellig gezegd In uw programma. programma Tapadek en ik denk dat je ook brieven hebt leren schrijven. Dat wil zeggen, if you get a pangy stuff, go in a bloutje en je hebt het succesvol afgerond. Toch de school was daar, je hebt de school doorlopen, je bent niet doorgelopen. Dan heb je ook een brief leren schrijven. Weet je waarom? Omdat een brief... De meest formele, nette manier van communicatie is: wel per brief. Postbode Tcharabri Fikong Arkino. Wel, de bondpersoneel bij SLM is vanaf 30 november zonder so, dak. Dakloos. Misschien gaan ze so om de bocht hier bij Meo zijn. Uh, Ik uh, bedoel, bij jullie toch waar? Dak- en thuisloze Arkino. Zo. So, de SLM heeft tekort aan kantoorruimtes. En daarom, de maandag nee, dan hebben wij die. Kleine ruimte daar nodig. Dus tot 30 november aanstaande hebben ze de gelegenheid om hun ruimte daar aan de jaggernaat Latchmonstraat. op te ruimen. Want per 1 december dat in omdap in zo. Dus personeel van SLM vanaf 30 november zonder dak. Ik bedoel, dakloos. Even lezen: aantekening en Volvo. Top. Hm. Pa, dek. Naar zeggen van meneer sapen, uh, Meneer sapun, Je weet wie ik bedoel. Hij was bij PL. Toen is hij overgestoken. Uh, nee, weggelopen. Weggeronnen met die... Uh, gerend met die zetel samen met Titan. Je weet wie ik bedoel. Tak so. we Wearkie. Zie. Luister. Hoor. Kijk, begrijp en verstaan. Net zoals uh, meneer Raymond Sapoen uh, zelf aangeeft. Dan is hij door heel veel mensen gebeld die volgen een meeting der... Uh, Kadermeeting voor de NDP Taki, zij gebeurt eigenlijk, is er binnenkort een Gotchong Royong samen met de NDP in Astana vaste want dan is het toch niet zo moeilijk voor de HVB, dan hoeven ze niet over te lopen, maar over te steken en dan zijn ze erbij, gelijk voor een bestuursvergadering, gezien Joop de Lange Jood, Ramon Abrahams al had gemeld, dat bij de komende verkiezing er twee bestuurs, nee drie bestuursplaatsen ...zullen worden vrijgelaten... ...voor de eventuele... ...kleine partijen... ...die ook in Amoximor jong... ...dus heel veel mensen hebben gekeken... Uh, ...hebben gekeken... ...en hebben toen meneer Sapoen gebeld... Ga uh, gaan wij ook opgaan... ...in die gochongro jong... ...van dat hele purple ding... ...wordt het purple rain... ...letterlijk van... ...Prins Bessingatori... ...en Filesa tekening zo... So, ...naar zeggen voor meneer Raymond Sapoen... ...is het nimmer de bedoeling... ...dat HVB... Zal opgaan. Want de manier, het is meestal logisch. Dat legt meneer Sappo, uh, Sapoen uit. Dat een coalitie naar een verkiezing toe bij elkaar blijft. Het lijkt wel. cita Bever blijft bij me. Ik wil je alles van me geven. Blijf bij me. Blijf bij me. Soep, you know, Sabrina, het is zo. Maar als en indien. Dan de man afverkiezing. verkiezing a Jurfo voor akisologie. En Dat zal de, de, de HVB als onafhankelijke partij. En als eigen identiteit. Identiteit of entiteit Anyhow Wat de toetijd geen lariteit Meedoen aan de komende verkiezing Dus uno Jeremia Heeft de drie opengevallen plaatsen Dat bij een hoofdbestuur Zullen worden ingevuld Door de hondjes van Bouda uh, door de hernieuwing en vernieuwingsbeweging hmm. Je lees a tekening en Volvo Tapadek En ze zijn in actie is den nog mijn groet alle de verpleegsters en aan alle de atosso. En dan zijn ze in actie, hè, Arkissi? Luister, hoor. Kijk, begrijp en verstaan. Medewerkers van het saint Vincentius ziekenhuis zijn vanaf maandag spontaan in actie gegaan. En zullen tot vrijdag aanstaande in actie blijven. Eh? Kijk, kijk, kijk naar nou je gezichten. De borolier hier Churicho. Wel, het actiemodel houdt in dat de medewerkers tussen 7 en 12 uur middags het werk neerleggen en daarna weer oppakken. Dus de Saka Wurko, dat de Opa Wurko bakka. So, 어... <sus> Je ja, lees aantekeningen en valvo. Ze gaan het niet snel doen naar elkaar hoor. Opo sidong. Nee, nee. Dat gaat, dat gaat niet gebeuren. De Saka rustig. En de opening weer rustig. Je begrijpt wat ik bedoel. Dat is nee. Je moet niet gaan denken aan op en neergaande mensen. Nee, Oroko. Nee, Saka letterlijk. Begrijp wat ik bedoel. Zo. Wel, meneer taki. Het personeel geeft aan dat ze jarenlang geen loonsverhoging hebben gehad. Dus ze kijken ook rijkhalsend met een lange nek als een ibis en een kruisje. Dus een sabaku even Wat Ik bedoel. Ze rekken hun nek reikhalsend. En loek ik dat ook te assentiment om te komen te wonen in een richting die is zo. So. Naar zeggen van Roy Haverkamp, de bondsvoorster voor de smarapee voor SVZ dat naar Assentiment Fensensus ziekenhuis. dat denk ik nee, Wij waren ook ziek van die hele situatie. zo no Wel, ingebreken, Taki. Het bestuur. Is in de maand oktober twee keer met het bestuur aan tafel geweest, niet om lekker te eten, maar om te praten over de Sansa moest gebeuren. Sansa city center. Zaken die geregeld moeten worden. Ten aanzien van de vergoeding. Voor de schentiment. Voor de copula. Ja, zoutkamp. So. Ja, lees dat tekening en volvo. Want je moet Er is een pakket ingediend. Dus bijna like Wesley Snipes de mango. Met een directie. Voor dat Wij wensen dit. Loonsverhoging. Verbetering van secundaire voorwaarden. En een kledingstoelage. Want dadelijk besluiten. Die verpleegsters daar. Om massaal een actiemodel te hanteren. Want als er kledingtoelagingen komen... ...dan dragen we geen kleding. Dan komen we zo aan het werk. Zo. Maar dit is een heel goed actiemodel. Je gaat direct hun aandacht hebben. Nee nee, nee, nee. Ik help ze denken erover. Zo. So, maar ik heb hem van ...tot vrijdag aanstaande... ...is het personeel daar... ...van Sint-Vincentius ziekenhuis... ...in actie. Hmm, ze zijn gekoef. Kaviseerd. Dat... Padek. Padek. En ik heb mogen kijken... ...naar mevrouw een... Uh, You this beagle uh and beagle fastrosney you this big Bigly... a beagle Jildes uh, Bigel Polak, zei voor die minister van Buitenlandse Zaken, die een beetje uitleg gaf over dat diplomatisch gebeuren, En dat -ploma diploma, nou, -okay diploma, oké, dus diplomatisch, oké, -okay heb je het maar begrepen, zo, -so Arkino, -ar zo, -so in Biggie Osofkondri, de Nationale Assemblée, de grootste vergaderzaal in Ilof SME Suriname, dat heb je een taki. Is men gisteren begonnen? Euh, begonnen met het klaarstomen van de wet op buitenlandse diensten en rechtsposities. Want ze gaf aan dat wanneer je diplomaat bent, attaché bent in het buitenland. wanneer je hier terug bent, dan moet je niet zeggen je bent attaché hier. Nee, je bent attaché daar. Je hebt het attaché. Je attaché. Zo. Je lees a en valvo. Dus tijdens de beraadslagingen, dan er meer dat die wetgeving bedoeld is om. Zaken in place te brengen zodat het diplomatisch gebeuren in Suriname nu volgens de regels van de wet gaat. Like wat inmerkoubotaki. Hmm. Je ja, lasa tekening en volvo. Da, ba, en, padek. Um, Ik weet niet als die balken met dat doel daar geplaatst zijn. Want het is al een x aantal keer gebeurd dat Waggy een draai kopri Ja, je weet waar ik bedoel toch? Van Hogere straat lid inabiert type de MSD. Het naboed is met baard alle de MSD. Zij hey, volvo op de ecologie. Nou, nou, de. Wel, ingebreken gebreken is hier een balk dappen. Rood-wit, af en toe dof, met heel veel zwerfzand ertussen. Ja, begrijp je begrijpt wat ik bedoel? Wel, want x aantal auto's hebben al daar gedraaid. Gisteren was het de beurt aan een brandweervoertuig. Die ook zijn kunsten liet zien. Maar jammer genoeg, Assange kost zo ernstig. Dat drie smaak bij moest worden vervoerd. Voor medische hulp naar thuis bij Put door het is Dus, minna sap, Suma bij abba idee. Ik weet niet wie het allemaal heeft bekokstoofd. Oebo tak volgens mij. Suma kanga een briljant plan voor pot. Toe biggie Isri, nee, Anno Isri, betonblok dappen, zakken bokko afverkeer en nog erbij zonder behoorlijke verlichting of reflecterende zaken erop om s'avonds goed zichtbaar te zijn. Denk je dat die brandweertruk, die ene truck ik bedoel die oliewagen, wilde nadoen? Je lees aantekeningen en Volvo. Ka. deck and then we attack they my follow midape na roselbel is met barne bit complex here here uno kuf kooft sasi take over want was aan een Maar om hoor hoorrekening, tak a production moest Want no production, that means the multinationals may be thinking about leaving the nation. Niet zo'n, ik bedoel toch Aarkie, nee, aan het tak om Fred derby. Maar Aarkie, zie, luister, begrijp, kijk, hoor en verstaan. De situatie op het complex van Roosevelt in het district Boracopondo is zeer gespannen. Kouf. Caficeerd, Arkino. Wel, de hele plant ligt stil. Omdat ook de contractors voet bij stuk houden. Lloyd Reed, voorzitter van de Roosevelt Goldmine Werknemersbond, zegt dat de werknemers gewoon in actie blijven. Mikado, jong. Zo, gekouf, Caficeerd, zie. Luister, hoor. Kijk, begrijp en verstand. Een bemiddelingspoging van minister Regilio, de zoon van dat, ik heb het over minister Lambik in deze bij I Am Gold, is afgewezen. Eh? Dus, dus Longetang. Hé, hé, hé. Je bent. Je bent. Je bent. Je bent. Hé. 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 daar Hé. 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 Kom niet dicht bij mij, zeg ik dan. Blijf op afstand, zeg ik dan. Kom niet te dicht bij mij. Hij zat tekenen en volvo. Dus daarom haar rolmat. Je manier gil je op dat zijn dag je meter instand kan. Dus een bemiddelingspoging door de minister Lambik is afgewezen voor de waarom dan zo. De situatie voor de multinational is heel ernstig. Omdat Asansa Anton de Combingoleer in Den Vrienden is organisatie en eenheid. Dat is doorgedrongen tot ook de contractors. Want deze keer doen ook de contractors mee aan die staking. Dus, hey, Roosbel, mashop. Ja, 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 ja. Volvo, zou het taxibedrijf in een kwestie We Jeremia, de inkomsten derving voor het bedrijf zou bij informatie liggen tussen 1 miljoen US dollar per 24 uur dat er geen productie is, want in verstand, dat ik hoe over a production, na 36 kilo goud, hebben ze geproduceerd en dat staat gelijk aan 1.2 miljoen US dollar, ik eerde om go-to Roosevelt in proces, ik, nee, nee, kan misschien, kan je het niet weten, dan weet je het nu wil ook weten hoeveel 1 kilogram of 1 gram goud kost, met berekening, van berekening, snel, zo je lees a tekening en volvo. dus de werknemers, van en ook de contractors zijn gekoefkafiseerd hmm. in Brokopondo. ta ba deck. En waar woon je precies? Uh, ik woon naast mijn buurman aan de overkant van Apire de Masa Abba Afro. Zeg, wacht, de massa ben blakada man mijn complice. Maar ik bedoel, aan mijn mangerie daar staan. Poeja, naast hem daar woon ik aan de overkant van die andere buurman. Maar wat is je adres precies? Is daar naast ook zo? So? We are kieziek luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Veel burgers zijn het nog totaal bewusteloos. Ik bedoel, ze zijn het nog niet bewust hoe belangrijk je woonadres is. Dus Men moet precies weten waar jij moet ook weten waar je moet. En die registratie moet als makko zijn. Het moet kloppen met burgerlijke stand. Eerder bedoel bedoel, zo. Het komt veel te vaak voor dat mensen verhuizen van het ene adres naar het andere adres en er geen melding van doen waardoor je hem gebreken De oproepingskaart die authority binnenkort in Ayurufo akisologie wanneer dit volgende jaar 2000 nu kan die 19 en daarna heb je 2020 en in de maand mei 2020 dan een beautiful akisologie permit you naalas maar die stemgerechtigde in de, stem de gelegenheid om onze democratische taak Zou je wilt... eigenlijk te vervullen, zo maar alvorens dat kan gebeuren, want even vind dat alles walk, like a champion, ik denk nee, we gaan langer in kopotasting, even vind dat aan ki ook toe in doen, maar arki, arki, ...want je moet eerst. Alles voor je in orde hebben en jouw woonadres appris bij je tang. In een collega ja naast die ene periode kill met die afro. Nee, nee. Wat is je adres? Hoe in die straat klopt het bij de burgerlijke stand? Zo. Je Eliza tekening en Volvo. Tapa dek. En een op een geval voor een loslopend meisje. Weggelopen tiener. Maak contact via Facebook met moeder Zo. De 14-jarige Joan M. Leerlingen van de tweede klas. Die anderhalve week terug van huis was weggelopen. In Gebereken Taxo Oendarte, Marienburg Komo Weinen. Dus in dus hoop dat op zoek is gegaan naar het water. Isabi toch. Hoe we dat in zijn toch gaan vertellen. Op zoek gaan naar water. Go, go naar water. Nee, go Seek water. Je begrijpt wat ik bedoel. Nee, verstaanzaamheid, dat met zo. Wel, haar moeder maakte zich druk. Mikado, paapjinde, waar zal ze zijn? Wel, in gebreken via Facebook maakte zij contact met haar moeder. Maar ze zei gelijk, ik kom nog niet naar huis. Nog lang niet, nog lang niet, ik kom nog niet naar huis. We hebben die, maar toch Wel, na zeggen van de moeder is zij wel vaker van huis weggelopen. Maar ze is nooit zo lang weggebleven. Ze legde ook aan de moeder uit dat er niets is gebeurd, dat was gebeurt met Agüe. Nee, ze heeft volgens mij gewoon wat tijd voor zichzelf noemen. Je briebaat door, jongens. Wel, ik ga weer in Kentucky. Ook de school. Overweegt om haar af te schrijven. Want ze komt zo so vaak niet op school dat de leerkracht haar soms ziet als een toerist. Hallo, uh, wie ben jij eigenlijk? Oh, 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 oh je zit ook hier in de klas. Oh. Je leest haar tekening en Volvo. Tapad. Dek, wel extreme droogte. Mister en merken in Aponix na verdamping, Samen kieson Singapore. Wel in zelfs well, de Biggie Pang is droog. En het is niet zo lastig als een droge pan. Daarom moet je altijd genoeg olie hebben. Of je moet met een non-stick pan werken. Begrijp wat ik bedoel? Nee, die dames die culinair aangelegd zijn, begrijpen wat ik bedoel. Zo, so, maar we praten hier over de Biggie Pang. Het natuurgebied met veel vissen, vogels. En daarom trekt het ook heel veel toeristen. Wel die grote. De pan is droger, aheer, biggie pang, aheer, biggie pang, drie jongens. Je Elisa, tekening en Volvo. Tapadek. En hoe zit het met die tory van Cosby? Wie bedoel je eigenlijk? Ik heb het over Bill. Welke Bill? nee, ik bedoel Ben. Welke Ben? Zo. We Zie, luister, hoor, kijk, begreep. En verstand. Baka die de geruchten bij Bigel Leiter vloeit over den Tories is aan Bij vermoedelijk Ben Oliveira. Oom Crashes Pompidou. Eigenlijk ben ik een schuldig aan bepaalde zaken. Dat zijn nog eerlijk zo maar zomaar porning. Want de ondernemer Ruben Ben Oliveira. staat in de samenleving bekend als iemand die vaak ondersteunt. Nee, hij is een echte ondersteuner. Hij voert veel sociale projecten uit die vaak in de publiciteit breed worden uitgemeten. En look hoe het idee aan wat joke terwe, taki, Omdat een gemeenschap, die moest met een gemeenschap weer Want je kan niet deel zijn van de gemeenschap en zien dat iets gebeurt. Maar in een opbouwmovo, tak, tak. Voor wat ik zei, ik daarom, wie Let op. Pas op, al komen de grieten met geschenken. vertrouwen ze niet. aan zo, so, maar weet. Tak, tak, dat Want ik heb gebereid, tak. Los van dat hij de mensen volgens mij moreel en Financieel ondersteunde, deed hij het ook seksueel. Ik heb gebrek in zo'n taxibedrijf. Want ik gebrek in taki. Er is oe ben kon Jeremia. Dat kwam ...bij ben doezig voor. En dan plotseling was schrijven bij een aan dame uit Holland. En toen een tweede, derde getuige. Maar ...als asan lukkelijk nou een herpisting. Basan is de gande volgens mij. Want bij politieonderzoek kwam vast te staan. Dat op 14 augustus 2012, dus aan een november, taxibedrijf, naar. Long time ago, dat wordt niet zo lang terug, maar 2012, 2018. Oh, zo actief! even. Na recent, recent, niet te ver in het geheugen. Doe Jeremiah, dat was slachtoffer ben dikba. Ze hebben aangifte naar Nieuwe Haven tegen Ben Oliveira. De man is toen voorgeleid, dat ze hun De politie wordt voeder over deze zaak. Dat de man is toen voorgeleid, maar va proces waka Uno Sabrina, precies. Maar arki, arki no. Want u sab dat? worden er mensen gehuldigd door de hele meneer voor de tweede keer. Nee serieus, het is een hele reden volgens mij, Def, fos, a, a, kan die allerlei zwervers zijn dat de manier die zijn gehuldigd. Dat weet ik toch, voor jarenlange zwerverschap. Ik... Nee, er is Want ik heb takkie zo. Ook Ben Ruben Oliveira stond op de lijst om ook onderscheiden te worden, net zoals hoe Kwaku ook is onderscheiden, je begrijpt wat ik begrijp, bedoel toch. Dus dat zou so, hij hey, ook onderscheiden worden. Maar dat was een briefje voor een slag offer voor Ben Oliveira komt door het met kabinet van de president waar Tante Clerie de linkerhand van de linkerhand of rechterhand de linkerhand van de president is linkers, was linkerhand onhandig hoor, maar ja de linkerhand van de president Desiree de Delano Boutersen een stokje voor zijn decoratie moest steken want stel je voor dat er kontenel zoveel gevallen van deze man naar binnen komen en dan werkt hij op het kabinet van de president ook nog weer nee het is geen goede zaak toch zo, wel in gebreken ik ook toe, je wel een heel eigenaardige eigenaar, en dan ga je zeggen wat ik bedoel wanneer ik zeg eigenaardige eigenaar wel in uit verschillende de bronnen. kon Jeremia dat hij als huiseigenaar zijn seksuele lusten botvierde op de huurders. Dus de eind van de maand in een man paai zandu a huurling. Daarom geboren je dat dan maar. Steun, je seksieweek. Nee, niet financieel. Je. Oh, je begrijpt het. Je het een taxibedrijfje zo. So. Maar wacht, Arti, zie. Luister en begreep. In bepaalde gevallen, dok Jeremia, dat de moeders zelfs hun dochters aanboden. Eenmaal a hirmoes paai, meisje gotekwantuslag. Nee, nee, nee. Amadjoktjukabtje <shaan> -e en leggibtjizama. Begrijp je? Maar het maar een ernstige hoede. In een van de gevallen, daar ging het zelf om een me meisje en vangst stof en toe tota pangistof. En jij bent T.A.D. Tappadec. Je volgt dit faculteit der dekologische wetenschappen al een tijdje. Dan begrijp je dat wanneer ik zeg pangistof, dan bedoel ik groen-wit uniform. Lagere schooluniform. Eh, We zijn zij na konnen, jongens, zo. Wel, in Kentucky naar zeggen van een medewerker, dat zou dit meisje in groen-wet-pangistof-uniform zijn weggeronnen uit, weggerend van daar, maar ze liep een beetje square one, alsof de sassi een beetje krom was en ze niet uitgeleend was door auto-stijl, 3D-models. Jongens, ernstig, dit is zo. Ook zou een medewerker van Ben Oliveira... toen hebben gezorgd dat een taxi dit meisje in groen-uniform-pangistof, Thuis zetten, dus volgens mij dat je er nog voor. Dat Sabrina precies was gebeurd, want aan een wan geval aan een toeval, naar meerdere gevallen van onze eigen Bill, Kost, uh, Bill Oli, uh, Ben Oliveira. dus als aan die zielig een uh, morum of tot de rand gevuld, hmm. maar onderzoek in deze zaak duurt voor. Maar nou, je kon Sabrina dat er dus eerder al aangifte waren gedaan tegen meneer Ben uh, Bill. Tegen mener Bel Oli, Ben Oli Fyayra, Matak de sa verdwen in a dofpot. Kou lukou efa dofpot kis yesi nou. Ye le sa tekening en volvo. Ta pa dek. als een hertje gebeten heeft kan je problemen hebben nee niet in dat letterlijk hertgebeten maar if you net diabetes then voorzichtig in aandacht ja zo so. want de diabetes zorg Blijft problematisch in dit land en de situatie is niet rooskleurig Suriname telt naar schatting meer dan 470 diabeten van wie de helft niet weet dat ze ziek zijn als gevolg hiervan vinden er jaarlijks tussen 1200 en 4500 amputaties de dus scooty plaats want dit is manus sapta den dan suiker. Niet dat ze gesuikerd zijn in die wie door, maar dit een saptaakie eigenlijk diabetes een ding en door dat op de hoogte van al mannen een lob go check een lob wat dat rag doen om de suk ik van met barbecue. Je Lisa tekening en volfu. Daar by deck with Ben de addecholoog. Afcus van fac decholoog facelday. Gespecialiseerd. En die dekalogie zou Master in AKK Dat wil zeggen: eenvoudig, gezellig gezegd. In uw AG-programma. Tapadek.